Het moment van de week komt uit het duel tussen Hovo Kubo en FC Marlene dichtbij.nl, oftewel de Noord-Hollandse derby. In Sporthal De Opgang is het Hovo Kubo dat al heel snel op een 1-0 voorsprong komt. Via de goal van Amir Molkaray. Hij maakt zijn 21ste van het seizoen. En de voorsprong zou Hovo Kubo niet meer uit handen geven. De ploeg uit Hoorn wint uiteindelijk de derby tegen FC Marlene met 2-1. En de conclusie die getrokken mag worden is dat beide ploegen in de voorlaatste speelronde al klaar zijn voor de play-offs.